Urk is altijd afhankelijk geweest van water, toch wel. Ja, ik ben geboren en getogen op Urk en dit is ook een dashboard. Dat is puur en alleen voor de visserij ontwikkeld en daar zit mijn hart. Wie voor zee staat voor, plat vertaald, wij voor de zee. Maar als je snel uitspreekt is het wij voorzien. Ik kom uit een vissersfamilie. Ik heb zelf al 20 jaar gevaren. Dat is een bedrijf dat gegevens vanaf zee verzamelt, vanaf schepen. De data verschaft heel veel inzicht. Nu gebeurt de vissen vaak op ervaring en op gevoel. Door middel van de data die wij binnenkrijgen, krijgen we meer inzicht, waardoor we betere besluiten kunnen nemen. We kunnen meer in de toekomst kijken. Advies of het verstandig is om uit te varen of niet om uit te varen. Hij ziet de visbewegingen door de Noordzee, dus hij kan veel efficiënter en gerichter vissen. We zien allerlei verbanden, bijvoorbeeld de maanstanden. Heeft dat invloed op de visvangst? Krijgt real-time de prijzen van de visveilingen binnen? Een voorspelling van de visprijzen, dus we weten al op voorhand hoe de prijs zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Wij zijn met ons bedrijf aangesloten bij het Maritiem Cluster hier op Urk. Urk Maritime heet dat. Wij trekken gezamenlijk op. We versterken elkaar, we gunnen elkaar werk. En op die manier zijn we het maritieme centrum van Flevoland. Ja, ik ben erg trots, uitermate trots op de mensen die dit allemaal mogelijk maken. Iedereen die om ons heen staat. Ik ben de zoon van Lau. En ben eigenlijk full-stack developer hier bij WVC Shipping. Meestal zie je dat ook met katten, dat de katten van de vader naar de zoon gaat. En hier is dat ook een beetje waar geworden. Dus de visie van mijn vader en uiteindelijk de zoon die het probeert een realiteit te maken en verder in de toekomst brengt. Nou, we zijn heel gedreven in principe om echt een impact te maken op de markt. En we hebben ook best wel wat vrijheid qua programmeren in dit vak. Dus het is ook een beetje je eigen creativiteit erin gooien. Voorspellen waar de vis is of gewoon brandstofbesparing. Ook allemaal met AI bijvoorbeeld of wiskundige algoritmes. Ik woon op Urk en ik werk hier ook in Flevoland. Dus alles is lekker dichtbij. Nou, hier op Urk is het echt een community bijna. Alle bedrijven proberen elkaar in principe te helpen en elkaar te versterken. Om eigenlijk samen tot iets moois te maken. Mijn droom is om jonge mensen meer kans te geven om met een visserijbedrijf te beginnen. Op een efficiënte manier kunnen gaan vissen, met oog voor het milieu.